Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 7 november van Weerplaza. De dag begon fraai met veel zonneschijn. In de loop van de dag betrok het vanuit het zuidwesten en ging het ook af en toe regenen. Met de satellietbeelden kunnen we dat ook goed zien: dat het van het zuiden uit betrok vandaag. En het weer hangt samen met een storing die van zuidwest naar noordoost over ons land gaat trekken. En daar hebben we ook vanavond nog mee te maken met overwegend veel bewolking. En af en toe wat regen of motregen. Vannacht kan er ook nog een enkele bui vallen. En de temperatuur daalt niet verder dan 7 graden in Zeeland. Tot zo'n 8 of 9 graden in het noorden van het land. En morgen is het weer droog op veel plaatsen. Alleen in de ochtenduren kan in het noordwesten nog een enkele bui vallen. In de middag breekt de zon vaak door. En het wordt 12 of 13 graden. En dat is nog steeds aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Vrijdag overdag blijft het ook droog, eerst schijnt de zon geregeld, de temperatuur stijgt in het zuiden van het land naar 14 graden, later op de dag raakt het bewolkt en pas in de avond gaat het regenen. En van het weekend wordt het heel anders, dan waait er een stevige zuidwestelijke wind, windkracht 6 of 7 aan zee, verder is het vooral op zaterdag bewolkt en nat, en ook op zondag blijft het niet geheel droog. Wel ligt de temperatuur met 13 graden in de nacht nog aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Ik ben Diana Boeij van Weerplaza.